Goedemorgen, RTL Z voor Beurs. Hier bespreken we in 7 minuten alles wat maar enigszins van belang is voordat de handel van start gaat om 9 uur vandaag. Ik doe dat niet alleen. Mijn naam is Sanne Boswinkel. Jacob Schoenmaker is onze beurscommentator vandaag. Goedemorgen, Jacob. En Koen Bender is bij ons van Mercurius Vermogensbeheer. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we eerst maar eens kijken wat de Fed heeft onthuld in haar notulen. Jacob. Ja, de notulen natuurlijk van de grootste centrale bank, in ieder geval van de grootste economie ter wereld. Dus dat is heel belangrijk. Maar ja, de nieuws zat er niet echt in. Dat was natuurlijk al tijdens de persconferentie half december verklapt. In ieder geval verwachten de Fed-leden nog 2 renteverhogingen volgend jaar. En ze zijn enorm eensgezind. Dat is een beetje saai. Normaal is er wel altijd eentje die denkt, ik haal toch niet mijn volgende termijn, ik ga gewoon lekker anders stemmen. Maar dat was nu niet het geval. Dus ze zijn eensgezind. Ze zijn alleen nog een beetje onzeker over het begrotingsbeleid van Donald Trump. Misschien dat dat een aanleiding kan zijn, ja, om nog wat meer te gaan doen of juist minder. Dus dat is de enige onzekerheid in die Fed-notulen. Ja, wat fascinerend dat voor jullie die Fed-notulen een soort spannend jongensboek zijn. Koen, hoe komt dat? Nou ja, uiteindelijk geeft dat wat meer inzicht in wat de Fed heeft overwogen bij haar beslissing en hoe eensgezind ze zijn daarin. En dat geeft ook wel weer aan hoe ze in de toekomst hun beleid zouden kunnen gaan vormen. In deze notule hebben we gezocht naar wat vinden ze van Trump. Is er daar meer over gezegd dan dat Yellen bij de persconferentie heeft gezegd? Want Trump en Yellen, ja, dat is niet een match made in heaven. Dat weten we nu al. We weten dat Trump ook nog 2 nieuwe Fed-leden mag gaan benoemen. Dus het is ook wel interessant om te zien hoe eensgezind die Fed nu opereert. En kijkt naar wat Trump tot nu toe heeft gezegd en gedaan. En de verwachtingen die de markt daarbij heeft. Oké. Over de markt gesproken. De dollar daalt, Koen. Ja, die dollar daalt inderdaad vannacht, maar dat natuurlijk in een hele lange zegenreeks die we gezien hebben. Mm-hmm. We zien hem pas op de plaats, zou je kunnen zeggen. Tegelijk met die inauguratie die dichterbij komt, komt ook het moment waarop Trump niet meer met een tweet de wereld kan gaan besturen, maar echt wat moet gaan doen en moet gaan laten zien. En men is toch wat terughoudend erover, dat zie je meteen terug in die dollar. Dus je verwacht ook dat het wat dat betreft wat stabieler is tot aan de presidentskroning? Ja, het is echt wel een beetje van, nou oké, jongens, we hebben het nu allemaal wel gezien. Hè? Die tweets die de wereld inkomen en de plannen zien er heel florisant uit. Maar hoe ga je ervoor betalen? Hoe krijg je het congres op 1 lijn? En dat zien we uiteindelijk terug in de sterkte van de dollar. Oké, nou, het was ook wat getemperd op Wall Street de afgelopen handelsdag daar. Heel belangrijk wat daar speelde waren de autocijfers. Want Jacob, die waren heel anders dan verwacht. Nou, ze waren sterk inderdaad. Wederom een mooie dag voor de autobouwers om die reden. De autoverkopen vielen gewoon enorm mee. Meer auto's gingen over de toonbank. Nou, eigenlijk alle grote autoproducenten pakten zo'n 5%. Ook Tesla pakte weer 5%. Dus de autosector is inderdaad erg hot op dit moment. Ja, dus dat viel alles mee. Wat tegenviel, ja, was Macy's. Ook al een teken natuurlijk van vertrouwen van Amerikaanse consumenten. Ja, dus, zeker. Macy's, vertel eens wat daar gebeurde. Ja, die konden niet echt goed profiteren van die sterke consumentencijfers die we wel zien. Want de verkopen rondom kerst waren heel erg goed. Alleen de verkopen in de winkels van Macy's, of eigenlijk winkels in het algemeen, die vielen tegen. En Macy's kan dat niet goed genoeg op produceren en verloor 2%, ruime 2% aan omzet. En kondigde daarbij aan 10.000 mensen eruit, 68 winkels die gesloten worden, een $500 miljoen aan kostenbesparingen die doorgevoerd gaan worden, tegelijkertijd met 250 miljoen investeringen opnieuw in online. Dus net zoals heel veel andere retailers, ook bij Macy's problemen om die mensen in de winkel te krijgen en die verkopen op pijn te houden. Dus het is duidelijk geen teken van zwakte van de Amerikaanse consument, wat mij betreft. Eerder een teken van ander consumentengedrag richting online. Waar je wel naar moet gaan kijken. Ook andere winkelketens zakten ook op dit nieuws. Ja, kijk, het generale beeld is natuurlijk wel dat heel veel verkopen, ook die autoverkopen, heel veel gaat op krediet. En als je stijgende rente gaat krijgen, dat is een klein beetje de zorg die onderliggend is. Als die stijgende rente gaat komen, houdt die consument geld over om extra te gaan besteden. Dus het moet echt gaan doorlopen, ook in hogere lonen. Dan hou je het met elkaar in evenwicht. En anders zou het kunnen zijn dat om jouw vraag te beantwoorden, Sanne, het waren vooral de fysieke winkelketens, hè, die er last van hebben. Okay, Amazon bijvoorbeeld gaat gewoon nog hartstikke lekker. Ja. Oké, okay, nou, nu we het toch over fysieke zaken hebben. Weight Watchers was dan nog wel een interessant fonds. Jacob? Ja, leuker dan de Fed natuurlijk, waarschijnlijk, Sanne. Ja, misschien toch minder belangrijk dichterbij voor het algemene beurssentiment. Maar inderdaad,
White Watch, er was een onafhankelijk onderzoek en het blijkt, en dat is natuurlijk voor deze tijd van het jaar ook wel relevant, dat hun methode op bijna alle onderdelen het beste scoorde. Nou ja, en Weight Watchers steeg om die reden maar liefst 20%. Overigens is het aandeel wel enorm afgevallen hoor, de afgelopen 5 jaar. Ja, want 5 jaar geleden betaalde je nog $80 en inmiddels is daar nog maar $13 van over. Juist. Niet helemaal ontoevallig, ook Oprah Winfield die is 20 kilo afgevallen en zij is 10% aandeelhouder en degene die de marketing doet bij, of tenminste de marketing boegbeeld is van Weight Watchers, die heeft dat gisteren nog eens in een interview herhaald. Dus wellicht een procentje per kilo voor Oprah. Duidelijk. Goed, dan rest mij de vraag, gebeurt er hier nog wat? Want tot nu toe hebben we het alleen maar gehad over de Verenigde Staten. Nou, daar slaapt men op dit moment. Wat gaat nou de handel hier bepalen vandaag? Wat vinden jullie interessant? Nou, er zijn wat advieswijzigingen, dat is wel aardig. Bijvoorbeeld Deutsche Bank heeft ook gezien dat bankaandelen het goed doen. En wat ze dan doen is vervolgens het koersdoel verhogen. Voor ING bijvoorbeeld, voor ABN AMRO. Gemalto gaat immigratieambtenaren in Oeganda helpen met het verwerken van visa. Kijken of ze daar nog profijt van hebben van die opdracht. Dus dat is wel iets om in ieder geval bij opening naar te kijken. En om 9 uur kijken we ook nog even naar het feit dat het leven in Nederland een stuk duurder is geworden. De decembercijfers, inflatiecijfers zijn uitgekomen door het CBS. Goed, nou dan laten we het hierbij, heren. Dank Koen Bender, dank voor je komst. Jacob, jou spreek ik straks na het bulletin van 9 uur. Dan ben ik bij je terug met meer nieuws natuurlijk en de opening van de beurs in Amsterdam. Graag tot zo.